Wil jij weten waarom je zo snel gefrustreerd en geïrriteerd raakt als jij last hebt van rejection sensitivity? Deze video geeft 3 oorzaken en oplossingen waarom jij als hoogsensitief persoon of hoogsensitieve high sensation seeker met rejection sensitivity zo snel dat gevoel van frustratie krijgt. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over HSP en hoogsensitieve HSS. Om er zo voor te zorgen dat jij jezelf herkent en blijer en energieker door het leven kan gaan. Vind je dat leuk? Abonneer je dan even op mijn kanaal en klik op het belletje, zodat je geen enkele video mist. Hoe ontstaat die frustratie? Dat begint al in je jeugd. We worden opgevoed door onze ouders en wij leren heel snel als jong meisje of jong jongetje te anticiperen op waar wij op beloond worden. Dus wanneer krijgen onze ouders een glimlach of later onze werkgevers of docenten? Dat is als ik me hou aan de regels en richtlijnen die zij hebben om te bepalen of ik iets goed heb gedaan of niet goed heb gedaan. En onbewust leer ik als kleinkindje dat dit de regels en richtlijnen zijn waar ik me aan heb te houden. En dat stop ik in mijn rugzakje. En dat rugzakje neem ik mee naar het heden. Dus ik groei op als volwassen vrouw. En ik heb hier nog steeds een zak met regels en richtlijnen die beslissen wanneer ik iets goed doe of niet goed doe. Dus op het moment dat er iemand is die ook iets moet gaan doen en het niet doet zoals ik dat geleerd heb, volgens mijn rugzakje regels en richtlijnen, dan raak ik dus gefrustreerd omdat die ander niet doet zoals het hoort of zoals het moet. En dat is heel logisch, want deze persoon heeft een heel ander stel ouders en een heel andere geschiedenis gehad en heeft een eigen bakje met regels en richtlijnen waar op basis die kan beslissen, ik heb het goed gedaan of ik heb het niet goed gedaan. Dus je hebt altijd te checken, heeft dezezelfde persoon ook dezelfde verwachtingen als dat ik dat in mijn hoofd heb? Dus voordat je een klus geeft aan die persoon, vertel duidelijk wat jij goed vindt en niet goed vindt. Een tweede reden voor al die frustratie kan zijn dat je een doel hebt in de toekomst. Je wil dit doel heel graag bereiken. En een hoogsensitief persoon denkt heel goed na, hoe kan ik al die verschillende stappen nemen om dit te bereiken? En dan plak je dan herinneringen aan van het verleden. En dan denk je, nou, als ik het dan even iets aanpas, dan weet ik zeker dat ik dit doel bereik. Maar jullie weten net zo goed als ik dat resultaten behaald in het verleden geen garantie op succes in de toekomst zijn. Want als jij hier op een bepaalde manier werkt volgens jouw regels en richtlijnen, dan kan het zomaar zijn dat er ergens een tussenstap is dat het niet gaat zoals jij had bedacht. En dat je dan moet gaan anticiperen, improviseren, om te kijken, hoe kan ik daar komen? Maar als je heel strak aan jouw eigen regels en richtlijnen en jouw plan houdt, dan kan het zomaar zijn dat het resultaat totaal anders is. En als je dan hier belandt, dan kan je enorm gefrustreerd zijn in de toekomst, omdat het had anders moeten zijn. En omdat het niet anders is geweest, ben jij nu gefrustreerd. Dat gaat helaas niet. Je zal altijd moeten improviseren, nieuwe regels en richtlijnen toepassen om hier uit te kunnen komen. Een derde oorzaak is dat je graag in de toekomst gewaardeerd wil worden door een bepaald persoon. Dat kan een leidinggevende zijn, dat kan een klant zijn, dat kan iedereen zijn waar jij graag waardering voor wilt hebben. En om die waardering te krijgen, ben jij gewend om dan weer die oude regels en richtlijnen mee te nemen en daarnaar te gaan leven. Maar je wil graag door deze persoon gewaardeerd worden en jij weet niet wat daar de regels en richtlijnen voor zijn. Dus om die onzekerheid te vervangen, ga je terugvallen op de zekerheid van jouw rugzak. En ga je het exact doen volgens jouw eigen regels en richtlijnen. En ben je teleurgesteld, gefrustreerd, als deze persoon vervolgens niet de waardering geeft die je eigenlijk zou willen. Dus het is heel belangrijk dat je ook weet wat de regels en richtlijnen van deze persoon zijn. Want anders weet jij nooit aan welke regel en richtlijn jij je zou moeten houden. Als dat dan mislukt, voel je je natuurlijk heel schuldig of je schaamt je. En wat kan je dan doen aan dat schuldgevoel? Daarover gaat de video hiernaast.